Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen wil in overleg treden met de Nationale Assemblée over de huidige situatie in de kleinschalige mijnbouwsector. De waarnemend minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Kenneth Amoksi, zegt dat bij dit overleg het uitgestippelde beleid ook ter sprake zal komen. Het huidig beleid ten aanzien van de mijnbouwsector is gestoeld op een aantal factoren. De ordening behelst niet alleen een aangepast beleid ten aanzien van de uitgifte van concessies, maar ook beleid voor het beheersen van de milieueffecten, de veiligheid, de aanpak en beheersing van criminaliteit. Voorzitter, ook moet de ordening de fiscus in de gelegenheid stellen om meer inkomsten voor de staat te halen uit de sector. Er is wel degelijk beleid ten aanzien van de kleinschalige goudsector. De ordening kleinschalige goudsector heeft prioriteit bij de regering. Een conceptmasterplan en het wettelijk kader zijn reeds in place. Voorzitter, financiering is nog een uitdaging. Er is rollend en varend materieel nodig om in het diepe binnenland te komen. Ook is het departement bereid een veldoriëntatie te doen met de vaste commissie van Natuurlijke Hulpbronnen. De bewindsman erkende ook dat in het verleden er concessies zijn uitgegeven in het woongebied van tribale en inheemse leefgemeenschappen. Ik noem onder andere Godo'olo, Dritabiki, Ditabiki, Puketi, Kawahaken, Lebidoti, Pisian, Baku, Nasong, Lokaloka, Langatabiki, Dreipada, Boslanti, Company Creek, Tapuripa en Balingsula. De meeste zijn reeds ingetrokken of er is geen verlenging verleend van het mijnbouwrecht. Dit beleid, voorzitter, zal worden gecontinueerd. Amoksi geeft ook aan dat er binnenkort een voorlichtingscampagne in verschillende talen zal komen over de gevolgen van het gebruik van kwik in de mijnbouw.